Hallo allemaal, vandaag is de dag van de bedrijfshulpverlener, de BHV'er. Ja, maar hoe ziet hij er dan uit? En ziet hij er vreemd uit of is hij anders dan anderen? BHV'er. Nou ja, laten we maar eens gaan tekenen wat er bij een BHV'er hoort of hoe een BHV'er eruit ziet. En waar je hem aan kan herkennen. Teken je weer mee? Ja, de dag van de BHV'er. Hoe ziet een BHV'er er nou uit? Ja, dat is wat je vaak ziet is zo'n mannetje of een vrouwtje met zo'n hesje aan. Laten we eens dat hesje even tekenen. Zoiets, hè. Zo. Daar staat dan de BHV op. BHV. Nou, dit is dan weer de achterkant natuurlijk van zo'n hesje. Voorop staat het natuurlijk anders. Laten we dan de voorkant even tekenen van een hesje. Zo. Hoppakee. Zo. En dan... Nou, die reflecterende strepen erop. En dan staat hier BHV. BHV. Ja, het is dan zo'n geel hesje of oranje hesje. Vaak geel. Ik vraag me dan af, loop ik daar heel de dag in? Dat lijkt me niet. Het is wel goed dat ze er zijn natuurlijk. Ja, bij mij op het bedrijf, ik heb geen BHV'er. Maar ja, goed, ik ben dan ook alleen. En eigenlijk zou ik het dan zelf moeten hebben, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe zit dat? Goeie vraag, Maarten. Even de BHV'er zelf te tekenen. Daar hangen we er gewoon even aan vast. Nou, volgens mij heeft hij gewoon voor de rest gewoon de kleren aan. Zo. Weet je wat moet ik doen? Oké, zo. Vaak heeft hij dan natuurlijk... Oh, hier gelijk een koffertje in zijn hand doen. Wat heeft hij dan bij? Een verbandtrommel, hè? De EHBO-trommel. EHBO. Lastig weer even zo. Daar staan er natuurlijk recht voor en hij loopt schuin. EHBO-koffertje. En dan doet natuurlijk ook nog een hoofd op. We geven hem een baard. Het is vandaag een meneer. Zo. Ik ga naar de meneer. Maakt niet uit. Kan ook, hè. Zo, de BHV'er. Is niet zo kaal aan de meer. Ze heeft toch nog wat haar. Wat ze ook vaak hebben. Dan geven we nog gewoon gelijk een helm op. Zo. Dat zie je ook vaak. Voor een grote bedrijven hebben ze een helm op. Nou, ik geloof nooit dat een BHV'er op zijn werk heel de dag met een helm oploopt en zijn hesje aan. Maar ik denk op als er bijvoorbeeld een... open dag is of zo, dan moeten ze herkenbaar zijn. En dan lopen ze wel met zo'n hesje aan. Zodat ze voor het grotere publiek herkenbaar zijn als de BHV'er. Goed, ja, wat kunnen we nog meer verzinnen bij een BHV'er? Nou, inderdaad, die verbandtas. Of meestal, ja, die hebben vaak ook gewoon een rugtas of zo. Hè? Zo. Er staat BHV of EHBO op. Zo. En daar zitten alle verbandmiddelen zitten daarin. Zodat ze mensen kunnen helpen. Ja, wat ik altijd ook gelijk aan denk is pleister. Leuk om te tekenen, pleister. Eigenlijk simpel om te tekenen. En eenvoudig, maar gelijk herkenbaar als pleister. Een zaklantaarn. Van die dingen die een BHV er dan bij zich heeft. Hè? Zit vaak in zo'n BHV-pakket. Zaklantaarn.
Ja, de verbandrommel natuurlijk, verbanddoos. En dan moet je altijd goed in de gaten houden dat de spullen die erin zitten niet verlopen zijn. Hè. Het wil wel eens gebeuren. Verbandmiddelen zijn, zeker steriele verbandmiddelen, zijn maar beperkt houdbaar. Dus ja, dan moet je zorgen dat dat in orde blijft. Nou, daar zorgen we bij BHV er dus ook voor. De bedrijfs... De bedrijfs... ja... bedrijfshulpverlener. En de veiligheid binnen het bedrijf. Ja, wat kunnen we nog meer verzinnen bij een bedrijfshulpverlener? Ik zeg al, ik heb geen ervaring met bedrijfshulpverleners. Gelukkig niet. Maar goed. Ja, ik zou nog een rood kruis erop kunnen zetten. Maar het, ik denk dat dit een beetje is. Ga zelf eens op zoek naar dingen die te maken hebben met BHV'er. Oh, ik had nog een brandblusser, zouden we er nog bij kunnen zetten. Zo. Daar leert een BHV'er ook mee omgaan. Brandblusser. Stel je voor dat er opeens brand uitbreekt binnen het bedrijf. Dan moet je dat kunnen blussen. Zo. En dan een poederblusser of een schuimblusser. Vaak zit hier dan nog zo'n dingetje op, zo'n vergrendeling, dat hij niet zomaar wordt ontgrendeld, maar dat je hem alleen gebruikt als dat nodig is. Zo. Ik zou zeggen, tot morgen in de volgende video.